Waar staat West-Friesia voor? Ik denk een club die doet wat hij zegt, dat het belangrijkste is. Opleiden van jonge renners. En veel plezier. Een gezellige club, een gezellig team met een leuke begeleiding en een leuke groep jongens. We hebben gewoon heel leuk met elkaar en daarnaast is het gewoon goed voor elkaar qua programma, begeleiding en talentvolle jongens. Dus het is voor mij ook heel motiverend om daar deel van uit te maken. De mannen van WV West-Friesia zijn bezig met een uitstekend seizoen. De Noord-Hollanders draaien op dit moment het succesvolste seizoen van hun bestaan. En dat is knap, want het budget van de West-Friese is klein. Wij doen niet met een heel klein budget in verhouding met andere ploegen. En dat doen we eigenlijk al jaren. En dat doen we door inzet van heel veel vrijwilligers. En ook dat de renners af en toe nog een bijdrage leveren. Aldus Tino Haakman, het kloppende hart van de ploeg. Met weinig poen boekten ze dus al behoorlijk wat overwinningen. We rijden goede koersen, dat deden we andere jaren misschien ook wel. Maar nu hebben we gewoon een paar afmakers erbij en dat scheelt enorm. Zoals Jesper bijvoorbeeld, die heeft een ontzettend rap. Ja, en daarmee kun je bepaalde koersen toch naar je hand zetten waar je in het verleden misschien die sprinter niet had en net niet wint. Win je nu wel. En met Jesper wordt Jesper Ras bedoeld. De Zandvoort won namelijk dit jaar de clubcompetitie en dat wekte interesse op van het continentale SEC Racing. Ja, ik loop nu stage bij SEC Racing Academy vanaf 1 augustus. Dat is een hele mooie kans. En ik hoop volgend jaar ook op het continentale niveau uit te komen. Maar eerst komt Ras samen met zijn ploeg West-Friesia in actie tijdens het finale weekend van de clubcompetitie in Delfzijl. Wat verwacht je van de koers vanmiddag? Eén groot slagveld. Lekker, ik denk achterlek. Alle tijd, hè, want het is toch een val voor die valpartij. Dus ze staan stil ook. Dus, Wat is het? Pak hem niet, hè. Je moet de andere kant blijven. Rechts blijven, rechts. Drempel. Rustig, van auto naar auto, hè? Ja, ik ben kalm. Rustig blijven. Laat hem los. Ja. Godverdomme. Oh. Ja, staan we vast. Kut. Mee! Mee! Jongens, mee! Nee, niet allemaal. Ja, wel, dat kan wel. Friesia, dit is niet de bedoeling. U kunt uw rijder begeleiden wanneer u weer achter rijdt. Ja, Julian, hij moet het zelf doen. Ja, zelf. Goed hoor. Eentje van ons. Torens. Hou je rustig, man. Gewoon rustig blijven doorrijden tot je eruit gehaald wordt. Hè? Ja. En dan gaan we daarna bij Eelco laten kijken wat er aan de hand is. Ja. Wat doen we? Ja, ik denk dat er zijn meerdere mensen die weg willen rijden. Ik denk dat er heel veel mensen niet volle bak rijden nu, denk ik hier ook. Dit is de eindoefening. Niet aardig zien. De warmte. Godverdomme. Ik ging aan en ik voelde meteen mijn benen een beetje verzuren dat ik eigenlijk de hele dag in de kopgroep zat. En de frissere mannen die in het peloton lekker konden zitten, die kwamen er nog overheen. En daar baal ik wel heel erg van. Ik weet dat ik gewoon de snelste van iedereen ben. Ik moet hier gewoon eigenlijk winnen. En vijfde, dat is voor mij eigenlijk niks.